Het waterland is voor mij heel belangrijk, omdat je als je uit die stad komt en je komt van die Schellingwaardebrug af en dan rij je onder die ringweg door en dan sta je opeens zonder overgang, sta je midden in een natuurgebied. Echt een even oude natuurgebied, dijken, weilanden, pittoreske oude dorpjes, landweggetjes, natuur, weidevogels. Dat is, het ligt misschien 6 of 7 kilometer van hemelsbreed van de Dam af. Het is voor mij is het heel belangrijk. En ik denk voor iedere Amsterdammer is het heel belangrijk. Oh ja, het is het allerbelangrijkste gebied voor Amsterdam. En dat moet iedereen zich goed beseffen. En ik hou mijn hart in mijn lijf vast dat er ooit gebouwd zou worden. Ik hoop het niet. Want het is onvervangbaar hier. Het is letterlijk onvervangbaar. Ja, waar vinden de kinderen, als de kinderen uit de Indische buurt komen en ze gaan op de fiets over de Schellingwaardebrug heen, dan kunnen ze zo bij een boerderij naar binnen lopen. Dan zien ze veeteelt, ze zien het agrarisch bedrijf, ze zien weidevogels. Het uitzicht over het Markermeer. Ja, ik ben altijd euforisch hier. Ja. En nog na al die 52 jaar nog steeds. Want ze hebben een jaar of 25 geleden hebben ze fietspaden gemaakt hier door het waterland. In het begin had ik er wel moeite mee, maar later dacht ik, ja, maar dat is wel heel positief voor het waterland. Want dan kunnen de mensen uit Amsterdam die wel eens hier per ongeluk komen, die kunnen genieten. En het is een eye-opener van, hey, wat, zo dicht bij de stad. Dus je moet het balans zien te houden tussen natuur en recreatie. Dus je bent toch begaan met het gebied, hoewel ik er niet woon, want ik ben een echt Amsterdammer. Ik woon er nog steeds. Maar het zijn, goddank zijn er mensen die zich er heel hard voor maken en zich goed ervoor inzetten. Zeker. Dus, en ik wil ik nog wat zeggen, de kerst voor mij is de kerst op de taart al. Dat als het hier vriest en het waterland ligt dicht met ijs. Nou, dus, ik ben geen fanatieke schaatser, maar als ik ga schaatsen is het altijd in het waterland. En vanaf Schellingwoud stap ik op het ijs, nou, via de Dammerdie, Zuiderwoud. Je zit gewoon in een schilderij van Hendrik Havenkamp. Ja. Je gaat gewoon 300 jaar terug. Nogmaals, je zit vlak onder die stad, jongen. Als je naar links kijkt, zie je de silhouet van Nieuwedam, de flits en dat soort dingen. Ja. Dus ja, je moet zo zuinig zijn op dit gebied. Het is zo onvervangbaar. Elk stukje waar ze volbouwen, dat kan je nooit meer terug. Dat is weg. Nee. Dat is weg. En aan de andere kant, ja. Je ziet toch veranderingen in het waterland, met name met de vogels dan. Want toen ik in de jaren 60, 70, en dat is misschien nog tot de jaren 10 terug, dan had je hier in het voorjaar wolken, gutto's, kievieten, tureluurs, en dat zie je toch veel minder worden. Maar vroeger, vroeger, toen was het waterland veel drassiger, want als ik dan over die dijk fiets, dan kon je zien dat de plassen over dat land lagen. Maar nu hebben ze dat land droog gemaakt, want die boeren moeten erbij komen. Ja, en er schijnt hier nogal wat fors actief te zijn. En ja, maar ja, wat is wijsheid? Je kan moeilijk tegen die boer zeggen, je moet je land onder water houden. Want het waterland bestaat toch dankzij die boeren. Ja. Of je nou vaak met ze eens bent of niet, maar ze houden toch het landschap in stand. Daar moet je goede balans in. Die mensen moet je vooral niet verketteren, want ja, die moeten toch hun geld verdienen. Met sommige dingen ben ik het absoluut niet mee eens, want ze schijnen nou heel ander gras te gebruiken. En dat schijnt weer slecht te zijn voor die weidevogels. En ze maaien, volgens mij maaien ze iets te veel, vooral in het voorjaar als die vogels in de broeier zijn. Maar aan de andere kant, er zijn toch ook wel dingen dat ik begin jaren 70 zag ik op een gegeven moment dat de bruine kiekendief terug was. En die heb ik daarvoor nog nooit een roofvogel gezien. Nou, als je nu door het waterland fietst van maart tot september, als ze hier zijn, ja, er zitten wel een stuk of 10 paardjes hier. Ja, en torenvalken zie je nog steeds. Ja. Nee, het is een heel kwetsbaar, prachtig natuurgebied. Welke wereldstad heeft het nou in zijn achtertuin? Nee. Kijk, ik noem Amsterdam maar even gemakshalve een wereldstad. Londen heeft het niet, Parijs heeft het niet, want dan heb je allemaal die suburbs en je hebt allemaal industriegebieden. En hier sta je gewoon vanaf de Indische buurt zo in het. En volgens mij weten ze op het stadhuis en op het waterplein niet eens wat zich hier afspeelt en hoe het hier uitziet. Die beleidsmakers en al die ambtenaren. Ik zou zeggen tegen die dorre ambtenaren, kom eens naar het waterland toe en kijk eens om je heen. En geniet en ontspan. En laat de kantoor eens achter je. Misschien dat je dat ook meeneemt in jullie deelplannen en jullie toekomstvisie. Want ja, nogmaals, het mag er niet verloren gaan hier. Het mag absoluut niet verloren gaan. Je rijdt, als je naar Ransdorp rijdt, rij je over een weggetje en dan zie je geen met het gezicht op Ransdorp. Ik was een keer in National Gallery in New York. Dat stond een pentekening van Rembrandt. Gezicht op Ransdorp, exact dezelfde plek
waar hij die tekening gemaakt heeft, dan kan je nog fietsen. Nou, waar vind je dat? 350 jaar geleden. Dus nogmaals, het moet hier blijven. Ja.